En even kleren gehaald bij de Gouwenplein, want ik heb kleren weer opgehaald. Nu, als het goed is, heb ik nu 1 shirt en 1 broek. En toevallig, ik hoef niks, ik heb 2 keer moest ik mijn naam aangeven en mijn huisnummer. En ik kom nu aan het laten staan. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker en ik ga lekker een bakkie koffie zetten. Dus laten we dat ook even doen. Om heerlijk lekker wakker te worden. En ik heb nog een kwartiertje. En dan moet Sander alweer bellen. Kijken of ze gaat wakker geworden. Ik denk vast wel. En ik ga nu ook klaarmaken om lekker koffie te zetten en lekker wakker te worden. Ja, laten we dat even doen. En dan lekker bakje koffie zetten en om lekker wakker te worden. Dus laten we het even nogmaals koffie zetten. Over een paar minuutjes Sander bellen. En natuurlijk deze proef eten te geven. Hé jongen, wil je eten? Ga ik even voor je regelen. Nou jongen, kijk eens. Kijk eens jongen, alsjeblieft jongen. Eet smakelijk. En mijn koffie is klaar, doe alleen suiker en melk in te doen en dan ben ik ermee klaar. Dus laat dat even doen, suiker en melk in gooien. Oh, wat een dag, wat een heerlijke weer ook vandaag. En ik hoor dat het al hele weekend, deze weekend, heerlijk weer gaat worden. Hé, Gaia? Ja! 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 Nee! Nee! Mobiel.nl zet alles van ja. Abonnementen overzichtelijk op een rijtje. Nee! Slim kunt kiezen en kopen. Ik zeg maar wat! Oh, Boobie, nee, oké. Okay. Nee. Wat is eend? Jij wil eten. Dat is het, hè, jongen. Jij wil eten. Hé, Ganja, jij wil eten, hè, boef? En ik zit er werk straks vandaag te werken en ineens zit er midden van een bos, doet en is een beetje gevoelig om zo te zeggen, maar met kracht. Misschien ook een beetje verzwikt, denk ik, met mijn handen. Hè? Dat je een beetje beurs is, om zo te zeggen. Maar ja, het gaat er wel denk ik wel over. Ik ga even lekker eten, dus laten we dat ook even doen en lekker van de weer genieten. Wachten met deze zonnescherm naar beneden doen, want ik ga, dat ga je denk ik niet verwachten, maar ik ga het doen vandaag. Dan denk ik even lekker heerlijk, raampje open gooien. Dus dat ga ik zo doen, maar even kijken, moet je iets hebben? Nee, komt zo wel. Maar ik ga eerst, voordat ik dat allemaal ga doen, ga ik eerst even lekker editen. En eten. Zo, dat is gebeurd met kinderen. Hoppakee, aan de kant. Ga lekker deze even open gooien. En zo net eigenlijk naar de winkel gaan. Maar dan laten we daar even mee wachten. Want ik heb een was die moet nog. Ik dacht wacht daar even. Dus vandaar. Hoppakee. Zo, waterplantje gegeven. Want anders is hij ook weer droog. Zo, trap ze kreeg. Nu is hij wel voldoende. En dan gaan we die weer in de zon zetten. Want nou, dit is zo vet. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Nou, een beetje. Maar ja, dus dat. Die even hier neerzetten. Hartstikke idee. Links kan nog dicht. En ik zat even te denken, ik ben wel van planten, maar alleen het punt is, wat ik al heel vaak over heb, is verzorgen dat best wel punt is. En Ganja zit aan mijn houden, maar waarom weet ik ook niet. Maar ik denk dat ik toch wel een keer voor de mooiheid ook af en toe zo'n plantje koop. En eigenlijk, wat ons als het nodig gaat erom hoe het er mooi eruit ziet. En hij zit gelijk snuffelen, die beest. En ik zit even kijken, maar ligt aan mij of
Want ik ben gisteren namelijk gebeld dat de ramen zijn gebeurd, maar... Ik zie niet echt dat er is gebeurd, maar misschien dat ik verkeerd kijk of dat niet opvalt. Maar oké, ik heb het debat gekeken en dat is weer uitgesteld. Dus de uitspraak is niet uitgekomen. Ja, nou dan zitten we weer te wachten. Oh ja, en ik dacht zat ik aan te denken om eigenlijk... bank daar tegenaan te zetten en tafel zo dat ik alsnog kan zitten, maar ik ga even kijken hoe wat ik ga doen, want ik ga nog wel iets een beetje veranderen hier zo denk ik. Ja, want meer kan ik zorgen een beetje voor meer ruimte eigenlijk hier zo in huis. Dat wil ik wel hebben natuurlijk, dus en nu wachten tot er was, die moet nog een minuut en dan ga ik even de laatste twee producten halen bij kledingwinkel. Dus gaan we dat ook even doen. En nu de was ophangen. En ik ben even net zo bij Gouwenplein vandaan, want ik heb even boodschapjes gedaan. En even kleren gehaald bij de Gouwenplein, want ik heb kleren weer opgehaald. Nu als het goed is heb ik nu 1 shirt en 1 broek. En toevallig, ik hoef niks, ik heb 2 keer moest ik mijn naam aangeven en mijn huisnummer. En ik kom nu aan het laten staan. Ik zie een uitbekende. Maar ik moest nu aanvragen. Ze wisten gelijk, ze gaf gelijk mijn tas. Welke, want ze zei van ja, ik zag hem staan. Oké, dat is ook snel. Maar ja, ik ga nu, wat ik al zei, lekker naar huis toe. En ik heb deze nu andere tas, die blauwe groen. Waarom? Omdat dit kan ik helemaal invouwen namelijk. Dus kan ik zo invouwen dat ik gewoon in mijn jas kan doen. Dat ik bijvoorbeeld op de volgende keer als ik weer boodschappen ga doen, kan gebruiken weer. Dus ja, daarom heb ik hem meegenomen. Dus ik dacht dat is wel even handig. In plaats van de hele tijd plastic tas kopen. Dus vandaar. En nu ga ik lekker naar mijn huis. En dan klaarmaken om ook eten te maken. Ik heb al eten gehaald. Maar ik zit te denken, ik kan nu eten koken, maar ik heb net ook al eten gehaald, maar dan kan ik ook zeggen van ik doe het morgen. Ja, maar dat komt wel goed, ik ga even denken wat ik hoe en wat ga doen. Dus, maar ik ga me wel redden. In ieder geval, ik ga nu even lekker naar huis lopen. Ik ben al bijna thuis. Op wat ik eigenlijk al zei trouwens, ik heb weer nieuwe kleren en ik heb heel even die dicht gedaan, omdat ik even de kleren laat zien dadelijk. En ik ga ook dadelijk even maar eten maken. En wat ik ga eten, ga ik zo meteen vertellen. Of ik laat zien als het klaar is. Want ik ga snel even dat doen, want ons god is alleen maar tijd. En kan je ze te mouwen, je krijgt nog geen eten zo meteen. Want wat ik eigenlijk wel zeggen is, ik heb dit. Van hier een shirt, waar ik nieuwe kleren in zit. En die ga ik dan nu passen. Zo, wat we nu gaan doen is even die kleren passen. Dus ik ben wel benieuwd hoe die gaat zitten. Ik ben nu al nieuwsgierig naar, hè. Ik weet welke shirt het zijn. Het zijn 2 shirts. En ik heb nog een broek, maar die ga ik ook zo even laten zien. Dus we gaan nu even maar passen. Dus gaan we dat nu doen. Ik hoop dat deze keer wel goed gaat. En ja. En dit is dan de outfit. 1, 2, 3. De outfit 1. Oh, kijk hoe nice het is. Ik vind dit echt deze. Ik zag hem gelijk op de website staan, deze namelijk. En ik vond het ongelooflijk mooi. Want wat vind ik het mooiste, en vooral nu als ik nu helemaal naar kijk. Dat zijn die strepen. Ik vind dat zo vet eigenlijk als ik die strepen om te zien. Ik vind het echt heel gaaf. Ja. Zo. Maar kijk deze broek als je dichtbij doet. Ik vind dat ook wel mooi, hè. Dat is iets wat ik echt nooit zou dragen. Maar wel bij me past namelijk. Nou, minstens is daar wel leuk bij, maar laten we zo zeggen. Weet je wat? Doe op deze manier namelijk broek nummer 2. Zo, kijk maar. Dit is, kijk, dit is precies dezelfde broek die ik eerst net aan had. Maar een beetje ook weer anders. Maar wat ik al zei, dit zulke broeken... Zou ik eigenlijk niet dragen, maar ik vind hem wel mooi. Dus deze eerste lange tijd, dus eigenlijk voor eerst dat ik zulke broek draag met allemaal ruitjes erin. Want dat bedoel ik te zeggen, ruitjesbroek is... Nee. Maar ik vind hem wel mooi, dus
Ik ben blij, wel blij mee. En er werd toen toevallig al gevraagd hoe mijn kleren waren. Dus dat vind ik wel net zo netjes van in de winkel. Dat ze nog even aan vroegen hoe van mijn kleren zaten. Vind ik echt netjes van die winkel eigenlijk namelijk. En deze kleren heb ik namelijk, ga ik gewoon vertellen eigenlijk. Deze kleren heb ik van Shubi gedaan. Dat is eigenlijk een ding wat ik bijna nooit doe. Maar ja, ik ga even kaartjes knippen en dan zit ik denken wat ik ga eten. En ik dacht op een moment, weet je, ik ga lekker frietjes eten. Het is een tijdje geleden namelijk, dat ik friet heb gegeten. En dat is die valt. Lekker handig, Sander. Ja, oh, wat ben ik lekker slim bezig vandaag. Oh, maar in ieder geval, ik ga even lekker eten. Dus laten we dat even in ieder geval doen. En even de YouTube bij kijken met eten. Het is net 11 uur geweest. Ik ben een tijdje lekker relaxed achter de computer. Net eens request chili of zo. En dat was super gezellig. En net een lekker patatje gegeten. Maar ik zat te denken in iemand anders ook lekkers. En dat is. Als ik hem kan pakken. IJs. Zo. Dan gaan we daar even lekker van genieten. En dan pak ik gelijk een lepel. Die moet al even terug. Lepeltje erbij. Zo. En dan ga ik lekker YouTube bij kijken. En ook gelijk denk klaarmaken om lekker naar bed in te gaan. Want ja, dat ga ik ook gewoon doen. Even tijd slapen. Mooi is het nu 11 uur. Maar ja, dus dat. En ik ga nu even kijken wat ik ga kijken op de computer. En misschien weten jullie wel, misschien hebben jullie het al gehoord. De spoedwet van de avondklok is doorheen bij de Eerste Kamer. Laat even, wat vinden jullie daarvan? En ik wil even gelijk even terugkomen van gisteren. Ik vind dat ik eigenlijk ook weer eens een keer mijn mening mag geven. Wat ik van vind over alle situatie, alles omheen. Hoe en wat. Ja, dus daar wou ik even heel uitgebreid over hebben, namelijk vandaar dat gisteren. Dus vandaar weten jullie dat ook, waarom ik ineens plotseling ermee kwam. Dat was even dat ik even de rijt zou hebben. Om met jullie te delen eigenlijk, namelijk. Want dan vind ik wel, ik mag ook gewoon mening geven. Ik laat me niet. Ik zat zo aan te twijfelen om mening erover te zeggen, want omdat ik heel veel filmpjes zie, als je er iets over zegt, dat jij wordt verwijderd of vervaagd. En dat klopt ook eigenlijk wel een beetje. Want dan merk ik wel heel veel. Alles wat sommige dingen wordt gezegd. Wat niet. Wat eigenlijk. Laten we zo zeggen. Bijvoorbeeld. Eigenlijk is het avondklok illegaal. Hoe Rutte eerst had gedaan. En plotseling is het vanaf gehaald. Ik heb zelf geen bewijs. Maar ik heb wel gezien, maar ik kan ook niet meer opzoeken dat er ergens is. Maar ik noem het al als voorbeeld dat dingen hoort verdwenen ineens. Maar dan denk ik van, oké, hoe dan? Bijvoorbeeld, kijk maar naar bijvoorbeeld wat Lange Frans vertelt. En wat eigenlijk Lange Frans over vertelt. Gewoon gekwebbel en alles en wat erop. Dat daar zijn YouTube kanaal wordt verwijderd. Dus dat is een beetje al apart. Niet dat ik achter Lange Frans sta. Maar als hij er iets over praat, dat wordt verwijderd. Want dat hele kanaal wordt verwijderd. En ik heb een leuke film gevonden op Netflix. Oh, het is altijd leuk om te kijken. Lekker Netflix. Even gezellig, Rick heb het trouwens nog eens gezegd. Ik heb wel met Brier een biertje gedronken. Maar het is ook af en toe zelf lekker. En ik ga nu maar klaarmaken om lekker naar bed toe te gaan. Ik ga lekker YouTube kijken en lekker naar mijn bedje toe. Dus wat ik tegen jullie zou zeggen is dat ik jullie allemaal wel bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je jullie meneer abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. En dan denk ik van hoe.